Aannemers betrokken bij de rehabilitatie van het Saramaccakanaal zijn door het ministerie van Openbare Werken voorbereid op aspecten die relevant zijn aan dit project. Dit gebeurde tijdens een infosessie op woensdag 14 december in het Lalla Rookhgebouw. De aannemers zijn onder meer ingewijd in de regels en procedures van de Wereldbank als financierder van het Saramacca Canal System Rehabilitation Project. Zo, in het kader van het project Rehabilitatie van het Saramaccakanaal, welke gefinancierd wordt uit de lening van, met de Wereldbank, is er een meeting gehouden met aannemers over de opkomsten en de aanbestedingen in het kader van dit project. En dan kon er vragen zodat ze bekend raken met de regels en de procedures van de Wereldbank. Om welke aannemers gaat dat? Nee, dus aannemers die werken zullen uitvoeren in het kader van dit project. Begin volgend jaar komen de eerste aanbestedingen. En wel de aannemers al geprepareerd zijn voor voorbereiden op wat er komt. En wat, eigenlijk wat voor documenten wat ze nodig moeten hebben voor de aanbieding, zodat ze hun papierwerk in orde kunnen hebben. Okay. Welke concrete activiteiten zullen dat zijn voor de rehabilitatie van Saramaccakanaal? Ja, dus het eerste wat komt is onderhoud en schoonmaak van het kanaal. En de tweede is de rehabilitatie van de schutsluis en de spuisluizen aan de Saramacca doorsteek, Paramaribo-zijde. Die zijn de eerste twee aanbestedingen die in het eerste kwartaal van komend 2023 worden aanbesteed. Okay. En wanneer zal men van start gaan? Dus met de procedures en zo, dat was belangrijk om de aannemers te laten weten dat je ergens misschien in begin tweede kwartaal van 2023 op zijn vroegst werken en uitvoering hebt. Van alle activiteiten, waaraan zal als eerst gewerkt worden na de schoonmaak? Nadien zal dan de rehabilitatie van die schutkolk en die sluizen plaatsvinden aan de Paramaribo-zijde, op de Beekhuizen. Okay. Wordt er misschien ook gebaggerd? Baggeren zit in een later stadium, op dit moment niet. Eerst is het schoonmaken van het kanaal, zorgen dat die zijtakken die allemaal afvoeren op het kanaal, dat die beter functioneren. En dan daarna gaan we kijken naar baggeren. Mm-hmm.